Zo, even kijken. Super. Super jongens. Mooi toch? Ja, deze is goed gelukt. Ja. Top. Ja, fantastisch. Jeffrey Stuut uit Enkhuizen doet mee aan de Paralympische Spelen. Nou, Jeff en ik zijn samen opgegroeid, dus mijn neef. En hij is geboren met een beperking. Dus eigenlijk altijd al met sporten en met leren lopen, dat Jeff altijd al wat moeite mee. En ja, door zijn ontzettend doorzettingsvermogen is hij zo ver gekomen dat hij nou op de Olympische Spelen staat. Zijn vader die had een vlag gemaakt. En die zag ik en toen zei ik, kunnen we daar niet meer mee doen? Toen zei Bas, we kunnen wel een actie organiseren. En zo zijn we gestart. Nou, we willen eigenlijk het Paralympische gevoel de stad in brengen. Het is natuurlijk uniek dat een jongen uit Enkhuizen meedoet aan de Paralympische Spelen. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als de hele stad vol hangt met zijn vlaggen. Inmiddels zijn er al meer dan 100 vlaggen verkocht. Frankie! Hey, dag Jacco. Hoe is het, jongen? Hey, Frankie. Kom je een vlag mee? Ja, toch? Dankjewel. Ik vind een vlag heel erg mooi en vooral groot ook. Hij gaat goed opvallen, denk ik. Nou, Jeff. Daar ga je, jongen. Veel succes. Super groot. Met zo'n jongen die medisch beperkt is en van zo'n berg af kan speren, ik vind het fantastisch. Vlaggen kunnen nog tot en met vanavond worden besteld bij de familie Kreeft.